Onrustig zwervig door een oet gestorven gulpen. Zinloos zeukend tegen beter weten in. In de geschiedenisboeken is terug te vinden dat de Hubertusmarkt een gunst is uit het jaar 1544. In dat jaar beëindigde keizer Karel V en hertog van Gulik hun vijandelijkheden. Oorlogen kosten veel geld, ook toen. Een van de mogelijkheden om de ontstane armoede onder de bevolking te verminderen was het toestaan van een jaarmarkt. Zo kwam het dat de heer van Neuborg en de hertog van Brabant aan keizer Karel V voorstelden om ook gulpen zo'n jaarmarkt te gunnen. De keizer verleende de gunst en dus vond op 3 november 1544 de eerste Hubertus jaarmarkt plaats. In de eerste 30 jaren van de 20e eeuw had deze markt ook een heel andere functie. In die tijd waren er ook in onze regio veel boerderijen. Veel personeel woonde intern. Een meisje bijvoorbeeld ging uit wonen, uit dienen. De paardenknecht had meestal zijn eigen kamertje boven de paardenstal. Hun verdiensten waren vaak alleen kost en inwoning plus een kleine vergoeding. Ze hadden in die tijd geen arbeidsovereenkomst zoals dat nu gebruikelijk is. Toch werden er één keer per jaar afspraken gemaakt, namelijk tijdens de Hubertusjaarmarkt. 2020 is een ander jaar dan alle andere jaren. De Hubertusmarkt kan helaas niet georganiseerd worden vanwege alle coronamaatregelen die zo enorm belangrijk zijn om het coronavirus eronder te krijgen. Heel uitzonderlijk dat de Hubertusmarkt niet door kan gaan, want het is toch een traditie. We hadden ons er allemaal op verheugd. Het is dan ook echt heel vervelend voor al onze ondernemers, inwoners, maar ook al die gasten die elk jaar onze markt komen bezoeken. Mijn oog toe om te kunnen zien, straten vol marktkramen. Het grote verleiden door standwerkers. Het zegenen van zenuwachtige peert. Hubertus werd in de tweede helft van de 7e eeuw geboren in Aquitanië. En hij bracht zijn jeugd door aan het hof van Pepijn van Herstal. De legende vertelt ons dat wanneer hij een groot hert op het spoor komt, dan gaan de honden er achteraan. Het hert draait zich om naar hem, zoals we rechts van het beeld zien, draait zich om en hij ziet tussen het gewei een oplichtend kruisbeeld. Hij schrikt ervan, gaat van zijn paard af en valt op zijn knieën. En hij hoort een stem. Ga naar mijn dienaar Lambertus in Maastricht en hij zal mijn wil vertellen. Vanaf dat moment gaat hij in de leer bij Lambertus, de bisschop van Maastricht. Tijdens een bedevaart naar Rome hoort hij over de moord op bisschop Lambertus. Niet wetend dat op dat moment dat hij de opvolger zal worden van Lambertus in Maastricht, zoals u links van het beeld ziet. De wijding van Hubertus als bisschop, als laatste bisschop van Maastricht, want naderhand zou hij de bisschopszetel verplaatsen naar Luik. Als burgemeester van deze gastvrije gemeente gaat het mij enorm aan het hart dat die mooie Hubertusmarkt dit jaar niet door kan gaan. Maar hoe mooi is het dan om te zien dat er vanuit de samenleving heel veel ideeën opborrelen en dat er ondanks al die maatregelen toch mooie dingen georganiseerd worden. Zo is er bijvoorbeeld toch een Hubertusmist. De ondernemers gaan toch iets verzinnen, zodat er toch een hele week lang een Hubertusfeertje hangt. En ook de inwoners doen hun best om die sfeer in Gulpen voor elkaar te krijgen. En daar ben ik dan weer enorm trots op. Op 7 november start een Hubertusweek, geen Hubertusdag. De winkeliers kregen een kartonnen marktkraampje waarin ze hun reguliere acties, die ze normaal gesproken met Hubertus doen, kunnen tentoonspreiden. We hebben een leuk contact met pastoor Bronnenberg gehad. De Hubertusmis gaat door. De broodjes worden gewoon gezegend. Er kunnen ook broodjes gewoon afgehaald worden.
voor de rest heb voor een mooie verbindende factor weten te verzinnen voor de kern Gulpen. En dat is de boom op de markt, de gunt voor verlichten. En in de aanloop na de Hubertusweek wordt hij ontstoken. En in deze coronatijd denk ik dat dat een hele mooie gebaar is om de verbinding tussen mensen, verenigingen, winkeliers en noem maar op, een punt van te maken. De naam van de boom zal zien de boom van verbondenheid. Gewoon om de verbondenheid aan te geven tussen een ieder. De winkels gunnen zich strikt houden aan de regels die op dit moment of in de toekomst te zullen zien. Traditiegetrouw wordt aan het einde van de viering rond Hubertus ook het Hubertusbrood gezegend. Het is een gebruik dat teruggaat op het verhaal dat hij brood gaf aan een hond met hondsdolheid en zo deze hond genas. Gezegend zijt gij, Heer onze God, die alles met uw zegening vervult. Heer, laat uw hemelse genade steeds weer overvloedig op hen neerdalen. Verleen dat uw gelovigen voortdurend zoeken wat van u komt en toenemen in liefde tot de naaste. Door Christus onze Heer. Amen. Mijn mond toe om te kunnen preuven, vers getapt hersbok. Mijn oeren missen het geluid van hoornblazers. Hup hoed honger naar vrun op het terras. Sinds de middeleeuwen is Hubertus en de Hubertusmarkt hier in Gulpen een traditie. En ook dit jaar leeft Hubertus voort. Mensen gaan niet bij de pakken neerzitten. Ik zelf zal zeker gaan genieten van de mooie boom van verbondenheid die dit weekend wordt ontstoken. En ik ga een kaarsje aansteken in de hoop dat we met z'n allen in goede gezondheid volgend jaar in 2021 gewoon weer die traditionele Hubertusmarkt hier in Gulpen kunnen vieren samen. Die Hubertusjaarmarkt was vroeger vooral de grote dag van het personeel. En op die markt troffen zich boeren en boerinnen, knechten en meiden. Ze bespraken de resultaten van de oogst, de mee- en tegenvallers. Hierbij kwam nog dat de plaatselijke brouwerij hun eerste brouwsel, meestal een bokbier, van de nieuwe graanoogst had gebrouwen. De gezelligheid van de markt, de vrije dagen en het extra muntstuk zorgde voor een gezellige sfeer op de markt. En nu, anno 2020, zal het stil, heel stil zijn op de dag dat de Sint-Hubertusjaarmarkt op de kalender staat. Dat is de bizarre tijd waarin wij nu leven. Ik heb mijn auto weer opgehaald bij Moos Autoschade. Wel ja, Jos, wie denk ik heb ze nou in de prak gereden? Wil toch niet dat ze dan op Tiger gaan zeilen? Wie zo? Moos Autoschade maakt toch helemaal weer geen chance van. Iedere keer een alleen auto. Verio Fokwa garantie. Fokwa? Fokwa. En ik kreeg hem gepotst terug. Blinkend doe je in een spiegel. Oh, ik dacht dat ik in een dubbelganger zag. Dus Pierre, hupst en blutsch. Moos Autoschade in Valkenberg bellen. 043-6-09-09-09. Is dat geen sekslijn, hè, Jos? Wat sekslijn? Doe zes maar get. Gewoon naar moosautoschade.nl. Vitus, schön dat du nog een minuut tijd hast voor een klein interview. Dank je voor je bezoek hier in Zillertal. Strahlendes Wetter. Onlangs is in IJsselmargraten de stichting Fietsmaatjes opgericht,
Maurice Eijk legt een en ander uit. Fietsmaatjes is fietsen met gasten en een vrijwilliger. En dat doen we op een duofiets. Een fun-to-go fiets, dat zijn twee mensen naast elkaar die fietsen op een zware e-bike door het Heuvelland. En dan fietsmaatjes IJzer Margraten heeft zich verbonden aan Fietsmaatjes Nederland. Waarom? Dat klopt, ja. Fietsmaatjes Nederland is een organisatie die bestaat al vanaf 2012. Ze zijn nu in 20 gemeentes en wij zijn de eerste gemeente in Limburg die dit ook gaan doen. Fietsmaatjes Nederland heeft keurmerken, onder andere de Oranje Fonds, Movisie en RIVM. Mm-hmm. En dat zijn deuren die opengaan voor ons, die we anders zelf niet zouden kunnen openmaken. En dan even terug naar IJzer Margraten. Hoe ziet de organisatie in IJzer Margraten eruit? Ik heb in eerste instantie contact gehad met de gemeente. We hebben daar een protocol voor gekregen van hoe we straks een aanvraag subsidie kunnen doen. We moesten natuurlijk een stichting opzetten. Ik heb bestuursleden gevonden, dagelijks bestuur sowieso, maar daar ben ik zelf niet, zit ik daar niet in. Ik ben meer de algemeen coördinator. Daarnaast hebben we een coördinator vrijwilliger, techniek en PR en communicatie. De praktische uitvoering, waar komen die fietsen te staan? Nou, we hebben met wethouder Piatek en hun beleidsmedewerkers hebben contact. En wethouder Piatek heeft zelf aangeboden om de garage bij het sociale centrum in IJsden te kunnen gebruiken als stalling voor één fiets. Maar wat wij zelf willen is dat we ook een fiets in Margraten kunnen plaatsen. En daar moeten we nog een stalling voor zoeken. En dan, dat kan natuurlijk niet zonder geld. Een organisatie opzetten is tot daar toe, maar dan moet er nog geld op de tafel komen. Ja, natuurlijk. En ik denk dat, dat het thema ook één tegen eenzaamheid en mensen halen met een beperking en enzovoorts enzovoort, dat de gemeente moet aanspreken. En daarom is ook die aanvraag subsidie natuurlijk geplaatst. Maar daar halen we niet mee. De fietsen zijn behoorlijk duur. We hebben een aanloop van bouwen van website, flyers, et cetera, die geld kosten. En daar is die aanvraagsubsidie nu in eerste instantie voor. Uiteraard worden straks aanvragen gedaan bij fondsen. Onder andere het Oranje Fonds natuurlijk. Maar ook de dichtstbijzijnde fondsen die we zo in een lijstje hebben staan. En we proberen de plaatselijke rijwiel- of motorinstructeur proberen we een workshop te laten geven aan een groep vrijwilligers. En daarin wordt natuurlijk de veiligheid gewaarborgd. Als het gaat over mensen met een beperking, daar heb je natuurlijk wel zorg over. En een workshop EHBO, en dan hoef je nog niet te gaan naar een heel diploma, want brandwonden is niet een item, maar wel andere dingen die zich kunnen voordoen met mensen die in een beperking, die met beperking zitten. Naar welke doelgroep streven jullie? Je moet eigenlijk drie belangrijke factoren zien die wij beogen. Dat is het sociale, dat is het bewegen en dat is de natuur. Mm. Daarnaast is het zo dat je natuurlijk probeert om mensen die met beperkingen een plezier zou kunnen doen om nog eens een keer door het Limburgse te fietsen samen met een vrijwilliger. Mm. Ze kunnen of ze mogen niet meer fietsen, of ze hebben al heel lang niet meer gefietst, of ze hebben geen fiets meer. Maar we gaan de mensen thuis ophalen en we brengen ze ook weer thuis. Maar dan, die vrijwilliger, hebben jullie daar bepaalde eisen voor of voorwaarden? Ja, de vrijwilliger is iemand die straks een intakegesprek krijgt. We willen natuurlijk wel weten welke vrijwilliger we hebben. Hij moet een VOG of zij moet een VOG hebben. We willen straks ook een match maken tussen de gast en de vrijwilliger. Het kan je oma zijn of je moeder of je vader. Het kan iemand zijn die zegt van nou, ik ken die en die, die wil ik graag. Nou, dan wordt hij gematcht en dan wordt hij thuis opgehaald en weer teruggebracht. Hoe ver zijn jullie nu? Kunnen de gasten zich al aanmelden? Nou, dat is nog een beetje vroeg. We hebben de bedoeling om dat we in het voorjaar 21 de eerste kilometer gaan maken. Maar stel dat corona dan nog rondwaart, hebben jullie daar ook voorzieningen voor? Daar hebben we zeker een voorziening voor. Er wordt een scherm tussen de gast en de vrijwilliger geplaatst op de fiets. Dat is heel mooi te doen. En daar wordt nog steeds gefietst in heel Nederland door fietsmaatjes.
Al jaren is men bezig met de voorbereidingen voor een bijzonder project, het Einstein-telescoopproject. In dit project wil men proberen trillingen en golven die vanuit het heelal de aarde bereiken te bestuderen. En om dit begrijpelijk te maken, gaan we eens kijken naar de betekenis van dit project. Op het moment dat bijvoorbeeld twee zwarte gaten tegen elkaar botsen, dan wordt ruimte en tijd wordt uitgerekt. En dat deze golven gaan door het universum heen. Die proberen we hier te meten met optische apparatuur. En die verplaatsingen zijn ongelooflijk klein. Echt heel minuscuul. Het zijn de kleinste verplaatsingen die ooit gemeten zijn door de mensheid. En waar je dus last van hebt, zijn trillingen die bijvoorbeeld mensen kunnen maken, of fabrieken kunnen maken, of windmolens of andere dingen. Dus het is uniek om in dit stiltegebied deze apparatuur onder de grond te leggen. Want zowel Einstein-telescoop, maar ook de regio zelf geeft voorkeur aan deze stilte. Er is nog een tweede aspect en dat heeft te maken met de geologie. Want veel van die trillingen worden gemaakt door mensen op het oppervlak. En de geologie hier is dat de oudste rots in Nederland komt aan het oppervlak. En erbovenop ligt eigenlijk een dun laagje van enkele tientallen meters zachte grond. En dat werkt heel erg dempend. En dat maakt dat de geologie ook ideaal is. Onze berekeningen laten dat heel duidelijk zien. De eerste vraag die rijst bij het Einstein-telescoopproject is: waarom is deze ondergrond nou zo goed om dat te realiseren hier? Die vraag leggen we voor aan Wiel Schins, natuurwetenschapper uit IJsden, die alles weet van de ondergrond in Zuid-Limburg. Kijk, voor die Einstein-telescoop heb je een veelheid aan eisen. Op de eerste plaats, je moet uiterst kleine trillingen kunnen registreren. Dat betekent dat je geen gebied moet hebben met zware industrie of langsdenderende treinen en dat soort dingen. Dat gaat niet werken. En je hebt universiteiten nodig en hoogwaardige bedrijven en dat soort dingen. Maar het allerbelangrijkste is toch de ondergrond. Dat die stevig is, heel stabiel is. Nou, en al die eisen voldoen een hele hoop plaatsen in Europa, maar ook ons zuidelijke deel van Zuid-Limburg, in dit geval dus Terziet bij Epe. Je moet je een berg voorstellen. En die berg, op het moment dat die er is, wordt die ook weer afgebroken door de natuur. Er ontstaat er allemaal fijn zand, er ontstaat fijne klei. Dat wordt weggetransporteerd, vaak via water, en komt bijvoorbeeld terecht in de zee en dus ook op de zeebodem. Daar gaan zich die laagjes, zand en klei, gaan op elkaar zitten. En hoe hoger dat wordt, hoe meer die zanddeeltjes in elkaar worden gedrukt, die kleideeltjes in elkaar worden gedrukt, zijn er ook nog chemische reacties in de vorm van cementering, dat de korreltjes aan elkaar worden gecementeerd. En heb je ook nog te maken met bodemdaling, zodanig dat die lagen steeds dieper komen te liggen. Het steeds warmer wordt. Oorspronkelijke kleideeltjes en die oorspronkelijke zanddeeltjes, dat die dus in elkaar worden gecompacteerd. En de klei wordt dan wat we noemen schalie. Of een leisteen op een gegeven moment. Nou, dat is hartstikke hard geworden. En hier heb je iets anders, de zand. Dat wordt dan zandsteen en uiteindelijk kwartziet. Moet je eens horen hoe knoeperhard dat oorspronkelijke zand is geworden. Nou, dat is dus het soort lagen dat je diep in Terziet onder de grond kunt terugvinden. Nou, je hebt een aantal van die gesteenten. Je kunt er hier nog een paar zien liggen. En in de buurt van Terziet kwam dat spul zelfs gewoon aan de oppervlak. En hebben de mensen dat uit de grond gehaald om er bijvoorbeeld huizen mee te bouwen. Ga maar eens naar het patronaat kijken en de kerk in Epe, daar kun je ze zien. Dus als ik het goed begrijp, dan zit er in de bodem een gigantisch groot stuk rotsblok. Ja, eigenlijk is het zo, ja. Dat is een rotsblok. Eigenlijk als een soort uitloper van de Ardennen. Daar vind je die stenen aan het oppervlak. En in Terziet moet je wat dieper. 35 meter zo ongeveer, dan begint het heel hard te worden. En vanaf 130 meter diepte wordt het echt knoeperhard. Nou, als je dan die sensoren van de telescoop op ongeveer 200 meter zet, dan heb je een zeer stabiele situatie. En zou je toch nog trillingen hebben van bovenliggende activiteiten, zoals de natuur of de mens die nog dingen doet, dan heb je weer iets anders nodig. Dat is namelijk datgene wat bovenop die harde lagen ligt, namelijk de zachtere kalksteen, de mergel zeg maar even, zanden, kleien, grind, etc. Die pakken die grote trillingen op. Dus het gaat eigenlijk om het geologische systeem in zijn totaliteit. Vanaf een aantal honderden meters diep. En dat is bij Terziet perfect. Wat is de rol van de provincie in het hele Einstein-project?
Nou, een jaar of drie geleden was de provincie op werkbezoek in Zwitserland bij het instituut CERN. En daar was toen een van de wetenschappers, de heer Jo van der Brand, die ook zei, er zijn mogelijk kansen voor het gebied in Zuid-Limburg, omdat de bodem daar uitermate geschikt is om boringen te kunnen doen naar de Einstein-telescoop. 200 meter onder de grond in het heuvelland. En de rol van de provincie is dan essentieel om de lobby op te kunnen starten, zowel in de grensregio als naar Den Haag, als naar Brussel. Dus dat is echt de toegevoegde waarde van de politiek ten opzichte van de wetenschap. Merken jullie daar wat van? Geeft dat een bepaalde arbeidsdruk in het provinciehuis? Nou, het gaf in ieder geval een enorme boost aan enthousiasme om die lobbykracht op te gaan bouwen. Eerst vanuit natuurlijk de gouverneur en het ambtelijk apparaat en ook de gedeputeerde, mijn voorganger Twan Beurskens. En later ook richting provinciale staten om te lobbyen richting de politieke partijen in de Tweede Kamer. En dat heeft ertoe geleid dat de provincie als eerste aanvraag heeft ingediend voor regionale steun voor de bodemstudie die ook heeft plaatsgevonden. Er vindt nu een tweede bodemstudie plaats onder regie van de regio Luik en ook de steun vanuit het Rijk. De provincie heeft om de onderzoeken aan te jagen en de eerste bodemstudies te verrichten en ook de Universiteit Maastricht te steunen met een opleiding nu in de natuurkunde op het gebied van zwaartekrachtstudies 7 miljoen euro geïnvesteerd. Maar als die Einstein-telescoop er komt, kost dat 1,5 miljard euro en dat moet dus echt door de federale Duitse overheid, de Nederlandse overheid, de Belgische overheid en de Europese Unie gefinancierd gaan worden. Dus het is belangrijk dat het ook in het regeerakkoord komt en het Nederlands kabinet er vol voor gaat. Daar zijn we heel blij mee dat minister van Engelshoven nu ook heeft aangedragen als project voor de grote Europese onderzoeksagenda. En we hopen dat dat ook gehonoreerd gaat worden, zodat in ieder geval men in de Europese Unie het belang van onderzoek naar zwaartekrachtgolven inziet. Ja, we zijn hier in de live-uitzending van Drieheuveland Radio. Live-uitzending vandaag, zoals jullie kunnen zien, dit is geweldig, echt super professioneel. En vandaag twee redacteurs aan het werk. Natuurlijk zondag, sport, belangrijk. Hier zien jullie de microfoons voor de gasten, die er dus vandaag niet zijn. Vandaag is alles per telefoon. Hele mooie studio, helemaal nieuw alles. Ja, en hier is de sportredactie. Zoals jullie kunnen zien, echt alles heel, heel mooi, heel nieuw. Ja, dit is de radio. Zo werd ook bij radio gewerkt. Hier liggen alle voorbereidingen, uitgewerkte tabellen en printen op tafel. En de correspondenten, die worden dan in de uitzending toegeschakeld om hun berichten door te geven en de standen ook van de wedstrijden enzovoort door te geven. Er kunnen ook maximaal dan 4 personen aan de microfoon zijn, zoals gezegd, hier voor gasten, interviewpartners die dan kunnen worden uitgenodigd, bijvoorbeeld burgemeesters, wethouders, mensen van organisaties. Zo zien jullie hoe het achter de coulissen van Drieheuveland uitziet. Echt super cool, super mooi. De luidsprekers. We zagen natuurlijk op de livestream of Facebook dat de bel die heel goed was ingeschoten. Ja, de Laredoet is hier beklommen in Luik, Basnak, Luik en Michael Scher is ingelopen door het peloton. De laatste 25 kilometer gaan we nog heel veel spanning en sensatie denk ik beleven op weg naar de finish in Luik. Wat natuurlijk
Een opvolger moet klaarstaan voor Jacob Voegersang, of wie weet is het Jacob Voegersang zelf. Wat hebben we nog te melden op dit moment? Nog altijd Willem II tegen Feyenoord in de Eredivisie 1-4. En inmiddels ook een strafschop bij Sparta tegen AZ, kan ik u melden. En AZ moet ook met 10 man ziek verder. Het is een rode kaart voor de doelman Marco Bizot. En dat betekent dus dat dadelijk, als ik mij niet vergis, Robbie Verhulst dadelijk moet gaan keepen voor de ploeg uit Alkmaar. Dus Sparta kan daar nog iets terug doen in het stand, misschien nog terugbrengen tot 3 tegen 4. Want rent u eraan, vlak voor rust stond AZ voor met 0 tegen 4. Het kan dus nog spannend worden in Rotterdam. In het Giro nog 10 keer met de fietsen, de 5 kopman hebben nog een kleine 10 seconden voorsprong. Dus, jouw radio, drie heuvels. Ja, zo is het dus. In de uitzending van Drieheuvelland op zondag. Ik ben Stefanie van de Put, docent aan de Pentagon Academies. Ik geef les in digitale fotografie, oftewel kunstfotografie. En samen met mijn cursisten gaan wij eigenlijk altijd op zeer persoonlijke wijze aan de slag over hoe dat wij naar de wereld kijken. En dat proberen wij te vertalen in de fotografie. Samen ontwikkeld met de Dominicanenkerk en de Pentagon Academie. 13 cursisten hebben beelden gemaakt, geïnspireerd op Hopper. En de beelden gaan voornamelijk over het desolate gevoel, eenzaamheid en geen communicatie. Deze gevoelens komen zeker in deze tijden erg fel aan bod bij iedereen, omdat de hele wereld in opsluiting zit door corona. Iedere cursist heeft deze filosofie op zijn of haar wijze aangepakt en daarom dat er ook een grote verscheidenheid aan beelden is ontstaan. Sommige duister, sommige wat minder duister. Sommige handelen over personen en andere handelen over eenzame decors. In elk beeld echter kan iedereen wel iets van zichzelf herkennen, waardoor het een zeer boeiende expo is voor de toeschouwers.
stukje zie wat ik ons koos. Op het moment niet ik zag wat tupst en met mij gedoe, die gleed me naar het schel als loon. Dag en nacht denk ik alleen nog meer aan dich. Ik ben zo waanzinnig op dich verliefd. Ik ben zo waanzinnig op dich verliefd. En voor die waanzin is maar één goed therapie. En dat is die voor mij. Ik ben zo waanzinnig op dich verliefd. Ik ben zo waanzinnig op dich verliefd. En voor die waanzin is mij één goed therapie. En dat best die voor mij. Griep ons graag niet. Wat tupst er met mij gedoe, die gleed me naar het schel als loon. Dag en nacht denk ik alleen nog.